In paragraaf 3.2 zagen we dat het leven van de gewone boerenbevolking aan het begin van de middeleeuwen ingrijpend veranderde in West-Europa. Het hofstelsel kwam opzetten en het fenomeen horigheid breidde zich steeds verder uit. Maar ook het bestuur zou heel anders in elkaar gaan zitten. Er zouden zogenaamde feodale verhoudingen gaan ontstaan. En um, daar gaan we in deze paragraaf naar kijken en dit is dus bij uitstek een politieke paragraaf. En opnieuw grijpen we weer even terug naar die volksverhuizingen, die ervoor zorgen dat dat West-Romeinse Rijk uit elkaar valt. Want daardoor verdwijnen dus niet alleen die steden um, en die uh, middelen van bestaan, zoals uh, de nijverheid en de handel, maar daardoor verdwijnt er nog veel meer. Wat we namelijk ook zien gebeuren, is dat er steeds minder mensen konden lezen en schrijven in Europa. Alleen de geestelijkheid kon dat nog. De monniken en de bischop bijvoorbeeld. Want zij moesten de Bijbel kunnen lezen. Zij moesten allerlei andere uh, religieuze teksten kunnen lezen. Maar een andere groep in de samenleving, uh, de handelaren die ook moesten kunnen lezen en schrijven, omdat zij uh, bepaalde transacties moesten uitvoeren, ja, die, die groep die verdween eigenlijk omdat de handel verdween. En daardoor daalde de geletterdheid dus. Oftewel, steeds minder mensen konden lezen en schrijven. Daarnaast zien we nog een andere verandering. De wegen werden slecht onderhouden. In de Romeinse rijk zorgde het bestuur er altijd voor dat de wegen goed werden onderhouden, want dat was goed geweest voor de handel en zo kon je ook je leger gemakkelijk van de ene plek naar de andere plek laten gaan. Maar omdat er nu niet meer één bestuur was voor dat hele grote gebied, raakte dat onderhoud eigenlijk ook in verval. Maar dan is er dus wel een groep mensen die met een probleem zit, namelijk de vorsten. Hier hebben we er eentje. Die vorst ging zich afvragen: hoe moet ik eigenlijk mijn rijk nog gaan besturen? Want als bijna niemand kan lezen en schrijven, ja, hebben geschreven wetten dan eigenlijk wel zin? En als die wegen slecht worden onderhouden, hoe kan ik dan nog van A naar B reizen? Hoe kan ik dan nog in alle uithoeken van mijn rijk komen om te kijken hoe het er daaraan toe gaat? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn bevolking dan weet dat ik de koning ben? En als vorst. Had je dus een groot probleem aan het begin van die middeleeuwen? Weliswaar was je gebied waarover je de baas was veel kleiner dan dat het Romeinse Rijk was geweest, maar toch was het lastig om dat gebied te besturen. En we gaan nu eens even kijken hoe die vorst met een oplossing komt om zijn gebied te besturen. En dan pakken we er even een fictief landje bij. Deze rechthoek hier rechts op het scherm, dat is, nemen we nu maar even aan, het land van deze vorst. En die vorst die moest dus gaan kijken. ...hoe ga ik dit enorm grote land besturen? En langzamerhand kwam hij met een idee... ...namelijk het feodale stelsel. De vorst wist dat hij het gebied niet in zijn eentje onder controle kon houden... ...want hij kon niet overal komen, hij kon moeilijk reizen... ...omdat die wegen niet goed eh, begaanbaar waren. En bovendien had het weinig zin om allerlei geschreven wetten uit te vaardigen. Dus hij moest op een andere manier zijn gebied gaan besturen... ...en hij besloot gebruik te maken... Van mensen die hij kon vertrouwen. De hoogadel. Dit waren mensen die dicht bij hem stonden, die hij vaak kende. Dit waren mensen waarvan hij wist: van nou die kunnen een gebied besturen. En wat ging hij aan het doen? Hij ging tegen die mensen zeggen: Weet je wat, jullie mogen in mijn naam een gedeelte van mijn rijk besturen. Ik geef jullie dus eigenlijk een stuk grond. Inleen, ik geef jullie macht over een klein gedeelte van mijn rijk. En dat deed hij bij een aantal verschillende mensen. In dit geval bijvoorbeeld dus bij drie mensen. En zo verdeelde hij zijn rijk in kleinere stukken. En een ander stuk, dat bleef hij zelf besturen. En die hoge edelen, dat waren graven, dat waren hertogen, die moesten dan in naam van de koning dat gedeelte van het rijk besturen dat aan hun uitgeleend was. Deed die koning dat zomaar? Nee, die was natuurlijk niet gek. Hij wilde er ook iets voor terug hebben. Hij liet zijn hoge edelen trouw aan hem zweren. Zij moesten hem altijd bijstaan in raad en daad. Raad staat voor advies geven. Zij moesten dus altijd, als de koning ergens mee zat, moesten zij hem goede adviezen kunnen geven, en daad staat voor vechten, voor strijd. Als de koning in oorlog was, dan zouden de hoge edelen de koning helpen met vechten. Zij zouden soldaten aan hem sturen en ze zouden zelf aan zijn zijde meevechten. Dus de koning leent een gedeelte van zijn macht uit in ruil voor trouw, die raad en daad dus. En zo zie je dat dat grote rijk, dat we daar rechts op de kaart zien, dat dat verdeeld werd in kleinere bestuurseenheden die makkelijker te controleren waren. Maar soms konden die gebieden dan nog te groot zijn. En dan zag je dat die hoge adel hun gebied zelf weer verder gingen verlenen. En hier zien we allerlei nieuwe mensen op het toneel verschijnen, de zogenaamde lage adel. En als je goed kijkt naar de kleur van die onderste laag personen, dan zie je dat dat dezelfde edelen zijn die we ook al in die paragraaf over het Hofstelsel terugzagen. En die hoge adel, die graven en die hertogen, die gingen dus aan die lage edelen uh, eigenlijk hetzelfde uh, aanbieden als wat die vorst aan hen had aangeboden. Wij geven jullie een gedeelte van de macht in handen. Jullie krijgen ook een stuk grond in leen. Maar in ruil daarvoor vragen wij ook van jullie weer trouw als het nodig is. En zo zie je dat dezelfde uitwisseling als die tussen vorst en de hoge adel plaatsvond, ook tussen de hoge en de lage adel plaatsvond. Uh, als we die termen even gaan vervangen uh, in het schema vorst, hoge adel en lage adel, dan kunnen we ook spreken van een leenheer, de vorst, die dus grond of macht uitleent aan zijn leenmannen, in dit geval die hoge adel. En een leenman werd ook wel een vazal genoemd. Die lage adel dat waren dan de zogenaamde achterleenmannen. Want die kregen weer een stuk grond, een stuk macht in leen van de leenmannen van de lenier zelf. En zo werd dus gepoogd in de middeleeuwen om een gebied, een rijk bestuurbaar te houden, om het bij elkaar te houden door het in steeds kleinere eenheden op te delen. Daarbij was vertrouwen heel belangrijk. Als lenier moest jij jouw leenmannen kunnen vertrouwen, moest jij er vanuit kunnen gaan. Dat zij naar jou zouden luisteren. En zolang dat goed ging, werkte het bestuur dus heel erg goed. In de praktijk zie ik vaak dat leerlingen het feodale stelsel en dat Hofstelsel uit de vorige paragraaf door elkaar halen. Ik haal nu heel even het Hofstelsel erbij om het verschil tussen die twee te laten zien. Hier hebben wij die gewone boerenbevolking. Die staan dus verder los van het bestuur. Het bestuur is in handen van de edellieden. De gewone boerenbevolking had daar niets mee van doen. Die kenden vaak die hoge adel ook helemaal niet. De enige edellieden waar die boeren mee te maken hadden, dat was hun lokale heer. En die zat in die laag van die lage adel. En tussen die twee groepen, de lage adel en de boeren, uh, daar zat dus dat hofstelsel. Die lage adel die bood die boeren bescherming in ruil voor die herendiensten. En dat hofstelsel staat dus verder helemaal los van het feodale stelsel. Het feodale stelsel is een bestuurstelsel dat geldt voor de adel. En de gewone bevolking had eigenlijk alleen te maken met die onderste laag van dat feodale stelsel. Hun lokale heer, waarmee zij die verplichtingen van het hofstelsel aangingen. Dan gaan we als laatste nog eens even kijken naar de machtigste vorst uit de vroege middeleeuwen. Een vorst die dit feodale stelsel optimaal liet werken. Een vorst die de baas was over dat grote paarse gebied dat we hier in het midden van de kaart zien, het Frankische Rijk. En dit Frankische Rijk dat bestond al heel erg lang, maar deze man, Karel de Grote, die wist het tot een enorm groot Rijk, het grootste Rijk dat er in Europa had bestaan sinds het Romeinse Rijk uit te breiden. En hij wist ook dat het systeem goed te laten functioneren. Onder hem was het Frankische Rijk een eenheid en werkte dat feudale stelsel optimaal. Uiteindelijk zullen we zien dat het feudale stelsel er vaak toe leidt dat de macht steeds verder versnipperd raakte, omdat die edellieden hun uitgeleende grond steeds meer als hun eigen gebied gingen zien en ze gingen zich steeds onafhankelijker opstellen van de koning.